ben nu bij Hangar 3. Geen vliegtuigen dit keer, maar ik ben uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van Schiphol. Ik ben inmiddels op de nieuwjaarsreceptie en Kjosnaya is bezig met zijn speech. Moet een beetje stil zijn. Jos is net klaar met zijn speech. Er staat hier een hele mooie Dakota. En volgens mij zit de sfeer er goed in. Dus ik ga eens met wat mensen een praatje maken. Voor ons was natuurlijk 2015 het jaar van Centrale Security. 3 juni 2015. Dat is gelukt. Ongelooflijk trots op. 2016 wordt een nog spannender jaar dan 2015. In 2016 wordt het verder werken, hard verder werken aan het A-gebied. Dus de terminal en de nieuwe pier. Met alles wat er omheen hangt. Komende 100 jaar, hoe kijkt u daar tegenaan? Spannend. Ik zal daar maar een beperkt aantal van meemaken. Maar ik denk dat we daar een goede basis voor aan het leggen zijn. Ja, ik ben Jolijn van het Hilton op Schiphol. En we zijn 17 december open gegaan. Dus het is een hele mooie afronding van het jaar. Ik heb inmiddels Paul Luiten gespot. En hij is chef van de feestcommissie, heb ik me laten vertellen. Dus gezien 2016 een feestelijk jaar is voor Schiphol, ga ik Paul wat vragen stellen. We gaan de buren bedanken, we gaan de airlines bedanken, we gaan de passagiers bedanken. Want ja, dat 100 jaar, dat hebben we samen gedaan. Dat hebben wij niet alleen gedaan. Wij verbinden al 100 jaar. Ik heb de grote man van KLM gevonden. Volgens mij staat Pieter Elbers hier. 2015, wat was dat voor een jaar voor u? Nou, voor KLM was het jaar waarin we een heel aantal wijzigingen hebben ingezet. Het jaar van de verandering. Het jaar waarin we eigenlijk tegen elkaar gezegd hebben, het moet anders om een gezonde KLM voor de toekomst te maken. En een nieuwe, mooie nieuwe Dreamliner. Ik had het geluk om hem op te mogen halen in Seattle. En het is een fantastisch toestel. We hebben hier op Schiphol een aantal rondvluchten gehad met het toestel. En inmiddels vliegt hij op de routes naar het Midden-Oosten. En onze passagiers zijn razend enthousiast. Veel leuke ontdekkingen gedaan? Ja, altijd. Altijd. Ja, er zijn natuurlijk altijd hele mensen blijven altijd bijzondere dingen meenemen. Daar zijn we ook iedere keer in bezig om dat weer uit te leggen waarom wel en waarom niet. 2015, het jaar waarin Air Canada terugkeerde op Schiphol. Mooi jaar voor jullie. Heel mooi jaar, ja. 2016, wat wordt dat voor een jaar voor jullie? Dat we vanaf Amsterdam een grotere machine ingezet, een A330 ten opzichte van een 767. Dus we gaan 25% meer capaciteit voeren in een markt waar meer concurrentie gaat komen. Als u terugkijkt op 100 jaar Schiphol, wat is u dan het meest bijgebleven? Nou ja, de nostalgie. Het feit dat ik hier als klein jongetje van 5, 6, 7 jaar huilend aan de balustrade stond hier op Schiphol-Oost. Om mijn vader uit te zwaaien die voor de zoveelste keer voor 3 maanden naar Indonesië ging of naar Australië of iets dergelijks. Dus ja, ik heb wel wat met Schiphol al vanaf kinds af aan. 100 jaar wordt komend jaar gevierd. Wat voor manier gaat u dat vieren? Nou, we gaan het met z'n allen vieren. Met klanten, met businesspartners, met bewoners, met onze eigen mensen, gepensioneerden. Noem het maar op, eigenlijk met heel Nederland. En we willen dat 2016 zo gebruiken dat we het trotsgevoel van Nederland in Schiphol een extra boost kunnen geven. Nederland is best trots op Schiphol. We moeten heel erg trots zijn op Schiphol. En ervoor zorgen dat er geen twijfel over mogelijk is dat we over 100 jaar er nog steeds staan. En voor u persoonlijk nog voornemens? 3 keer in de week hardlopen. Nee, weinig. Want ik ben een paar jaar geleden al gestopt met roken. En stoppen met drinken wil ik nog niet. Dus, Nou ja, vooral gezond blijven. En toch een beetje meer nog aan mijn medewerkers overlaten. Het vertrouwen in hebben dat zij heel goed weten waar het over gaat in het werk. 2016, het jaar waarin wij 100 jaar Schiphol gaan vieren. Ik heb er zin in. See you at Schiphol.